Pascal, morgen de wedstrijd tegen NEC. Een hele belangrijke als ik naar de ranglijst kijk. Ja, sowieso elke wedstrijd is belangrijk, maar deze tegen NEC is wel, wel heel belangrijk. Als we die kunnen winnen, dan doen we weer betere zaken. Dus is ook wel weer nodig een keer. Je moet in het begin niet te veel naar de stand kijken, denk ik. Je moet gewoon naar jezelf kijken en naar hoe je speelt, hoe je voetbalt. En je ziet de stand natuurlijk wel. Dus je wilt niet achterop raken. Dus het is gewoon een heel belangrijke wedstrijd morgen. Een hele goede week gehad, zei Pascal. Dat zei hij ook in de aanloop van de wedstrijd tegen PSV. Hoe heerst dat bij jullie? Het klopt wel. We hebben wel lekker getraind deze week. Dus ik denk wel dat we er klaar voor zijn. Dus we hebben een plan gemaakt en nu moeten we het morgen uitvoeren. Ja, ik had nu weer hetzelfde gevoel. Hè. We hebben natuurlijk de weekend geen wedstrijd gehad. Dus we hebben eigenlijk een langere tijd kunnen voorbereiden op NEC. Wat accenten toegevoegd. Dus dat is mooi dat je in ieder geval die ruimte hebt gekregen. Noodgedwongen. Ik heb een goed gevoel over deze week. Goed voorbereid. We hebben veel dingen kunnen doen. Echt naar patronen gekeken. Naar goals kunnen maken. Dus ik heb een goed gevoel naar morgen toe. De meeste jongens die zijn fit. Sekou Silla komt weer terug. Ja. Robin Moulin die blijft wat kwakkelen. Daar kun je nog niet op rekenen. Hè? Nee, Robin is nog geblesseerd. En de kans is groot dat hij de rest van deze seizoenshelft ook gewoon geblesseerd blijft. In ieder geval dat we in ieder geval geen beroep kunnen doen op hem. Dus dat doen we ook niet. Mocht het eerder zijn, zou het fantastisch zijn. Maar daar gaan we niet vanuit. En voor de rest hebben we iedereen redelijk fit. Hè? Op Jasper na. John Lee is wat licht geblesseerd. En Maxime uiteraard al langere tijd eruit. Voor de rest hebben we iedereen aan boord, dus dat is mooi. Tom Boeren die doet ook weer mee? Ja, Tom is ook weer present. Daar hebben we wel een mooi plan mee gemaakt. Die doet 2 dagen na een wedstrijd. Als hij speelt doet hij iets minder lood. En dan 3 dagen voor een wedstrijd dan doet hij alles weer mee. Dus als we het zo kunnen voor elkaar kunnen krijgen, dan is het goed. En ik moet zeggen, hij traint ook goed, dus ik denk een goed plan. Hoe kijken jullie naar NEC? Op papier denk je van het is een hele goede ploeg. Maar zij staan ook nog niet waar ze willen staan volgens mij, hè? Ja, wat natuurlijk opvalt zijn die gelijke spelen. Dat ze er natuurlijk heel veel achter elkaar gehad hebben. En ze hebben gewoon hele goede spelers. Dus ze zijn vast aan de bal en veel creativiteit. Maar goed, dat hebben wij ook. Dus dan zal je eigenlijk een leuke wedstrijd verwachten. Dus, er komen natuurlijk veel belangen bij, wat je ook zegt. Dus het is voor beide ploegen belangrijk om een resultaat te halen. En dat resultaat moet voor ons eigenlijk winnen zijn. De resultaten was er tegen Twente nog niet. Maar het spel was daarentegen wel zo dat je misschien wel een punt verdiende, sowieso. Dat geeft toch ook wel moed, denk ik, naar deze wedstrijd toe, hè? Zeker. Dus je ziet de wedstrijd tegen Twente en AZ ook. Dat zijn wel de linkerrijtje ploegen. Ja, dat we daar misschien iets meer verdiend hadden. Daarentegen hebben we de wedstrijd tegen Groningen-Vitesse wel een nare nasmaak van overgehouden. Dus kijk, elke wedstrijd is gewoon op zich. En we moeten ook niet meer terugkijken naar andere wedstrijden of ook niet vooruitkijken naar andere. Dus ik denk dat gewoon morgen moeten we gewoon volop knallen. En hier samen, avondwedstrijd. Dus ik denk dat het gewoon een mooi sfeer moet worden. En dan heb ik wel een goed gevoel. Ja, NEC is een goede ploeg. NEC speelt in wisselende formaties, zo hebben ze ook gezien. Zit heel veel drive in. Goede voetballers met Tanane, Schöne, allebei echt wel een goede trap. Dus ik schat NEC wel als een goede ploeg in. Maar ik denk dat wij zeker niet onderdoen van NEC. En dat wij hier thuis in een vol stadion weer het gevoel moeten kunnen krijgen om een overwinning hier te houden. En dat we dan vandaag weer omhoog kunnen gaan kijken. En je zei ook van ik sluit niet uit dat ik wat ga veranderen om ze hier en daar misschien ook te verrassen. Maar dat heeft niks met de tegenstander te maken, maar gewoon om je eigen krachten te versterken. Ja, wij hebben echt gekeken naar van waar liggen onze mogelijkheden en met welke jongens kunnen we daar het beste mee voor de dag komen. En daar hebben we lang over kunnen nadenken. En daar hebben we een mooie besluit in genomen en een mooi plan gemaakt. Dus ik hoop ook dat het werkt morgen.